We moeten knokken voor iedere meter in de hoogte, voor iedere kuub beton. De dagelijkse logistiek verandert natuurlijk continu. Er zijn verschillende processen tijdens bouwfases. Ik ben Paul Hopstaker en ik ben uitvoerder bij Heijmans Woningbouw West. De afgelopen anderhalf jaar zijn we vooral bezig geweest met de hoofdstaalstructuur. 1600 ton staal wat op de bouwplaats kwam in combinatie met de kanaalplaatvloeren. En momenteel zijn we eigenlijk in een overgangsfase waarbij we een groter gedeelte betonstructuur doen. Dus dat betekent dat het tunnelproces wat meedraait, ook een tweede tunnelstroom is opgestart. En tevens zijn we begonnen met de opstart van de afbouw, wat ook weer een grote logistieke impact heeft. De nachttransporten die zijn gelukkig goed gemanaged door CSM. We hebben ze ruim van tevoren moeten plannen. We moesten zorgen dat we vroeg in de nacht aankwamen. De transporten zijn oncourant en te groot om overdag te mogen rijden. Dus dat betekent dat er vergunningen aangevraagd moeten worden. We hebben ook moeten kijken naar de rusttijd van de chauffeur. Heeft de chauffeur gerust en kan hij zijn vrachtwagen weer meenemen en kunnen wij de logistiek weer door laten gaan? Nou, we zijn op een gegeven moment wel een beetje ingehaald door de tijd. In overleg met de gemeente Rotterdam hebben we dus de helft van de Veerlaan hebben we bijgekregen als bouwterrein. En daardoor was het mogelijk om ook aan deze kant kranen neer te zetten. En dat heeft ons eigenlijk wel geholpen in het proces van de logistiek. Het is een supercomplex werk. En dat kan alleen maar als je een goed team hebt met elkaar en kunt bouwen op elkaar. Dus de samenwerking, daar ben ik het meest trots op.